Marion, welkom. Op het moment dat het wat lastig is in de huidige situatie, misschien omdat alles anders is, misschien omdat bij jou juist alles hetzelfde is gebleven, maar de rest om de wereld om je heen is alles veranderd, is het belangrijk om goed tot rust te komen. Om de stemmetjes in je hoofd tot rust te manen. En dan is het goed om eens te mediteren op dankbaarheid. Meditatie is puur het focus op één ding. Dat kan zijn de mooie lotusbloem achter mij. Dat kan zijn op een kaars, op een lampje. Dat kan zijn op één gedachte. Of dat kan zijn op je adem. Het doel van meditatie is om je zo te kunnen focussen, zodat er rust ontstaat in je hoofd. Dat de gedachten die normaal gesproken van links naar rechts, van heden, verleden, toekomst en weer terug en weer naar een ander onderwerp, maar heen en weer springen, dat dat tot rust komt. En dat doe je in eerste instantie door goed rechtop te gaan zitten. Je nek lang te maken. Je schouders te ontspannen. Je kaken te ontspannen. Je gezicht zacht te maken. Sluit je ogen maar als je wil. Maar als je ergens naar gaat kijken, een kaarsje of een lampje, hou ze dan natuurlijk open. En breng de adem rustig, diep, zacht. Vloeiend. Rustig in en rustig uit. En als je zo zit, voel je de grond onder je. Voel waar jouw zitbotten, je voeten, je knieën, grond raken. Voel hoe je contact maakt. Maak je rug lang, maak je nek lang. Ontspan je schouders. En adem rustig in en uit. Maak je lippen zacht, je kaken zacht. Je tong is ontspannen. Voel de spanning bij elke uitademing uit je schouders wegstromen. En denk dan eens aan enkele dingen waar jij dankbaar voor kan zijn vandaag. Dat kan zijn dankbaar voor het prachtige weer, voor de warmte van de zon. Misschien een mooie vogel die je gehoord hebt tijdens een korte wandeling. Of een mooie bloem die je gezien hebt. Dankbaarheid zit hem juist in de kleine dingen. Dankbaar zijn voor misschien een lieve glimlach van een buurman of een buurvrouw. Een schaterlach van een buurkind. Dankbaar ben je voor datgene wat goed is, om je heen en in jezelf. Als je drie dingen hebt gevonden waar jij dankbaar voor bent vandaag, denk daar dan aan en geef jezelf een mooie innerlijke glimlach. Dankbaar voor datgene wat jou overkomt, wat goed is, wat mooi is, wat lief is, wat warm is, wat hartelijk is. Dankbaarheid is de sleutel tot rust
en de sleutel tot geluk. Als jij ondanks vervelende omstandigheden nog steeds dankbaar kunt zijn voor de dingen die wel goed zijn, voor de mensen die wel aardig zijn, lief zijn, hartelijk zijn, hulpvaardig. Als jij nog steeds dankbaar kunt zijn voor misschien een mooie vogel, een zonnige hemel, een stralend zonlicht je kamer in, op je gezicht. Is dat de sleutel tot je vreugdevol voelen? Vreugde voel je van binnen. Wees dankbaar voor het kleinste. Wat mooi is, wat lief is, wat goed is, wat aardig is. En geef een mooie glimlach naar jezelf en naar datgene waar jij dankbaar voor bent. En maak je adem rustig en zacht. En voel de spanning uit je nek, uit je schouders lopen. Op het moment dat het je een keer te veel wordt. Misschien is het wat te druk om je heen. Is het te druk op je werk? Of juist helemaal niet? Loopt de druk wat op? Financieel gezien, zakelijk gezien. Of misschien juist sociaal gezien. Zoek dan de vreugde in jezelf. En de rust in jezelf. Door je adem rustig te maken en je te focussen op die paar mooie dingen die er wel goed zijn in je leven. Dit kun je doen om tot rust te komen. Dit kun je doen aan het einde van de dag. Om de dag nog eventjes samen te vatten en vreugdevol af te sluiten. Om ontspanning te vinden. Met een rustige adem, een mooie innerlijke glimlach op je gezicht. Dank je wel. Namaste. Thank you.